Vandaag moet ik ervoor zorgen dat ik de sterkste laserbeam ooit krijg. Zodat ik deze boss kan verslaan. Ik heb 48 power, jij hebt 44 power. Oh, jij hebt ik heb een meer. Ik heb een meer. Ik heb een meer. Ik als hier ook gewoon pakken, ik moet veel sneller. Oké, Alex, je kan allemaal van die beampjes verzamelen. En dan kan je heel veel power krijgen. Dit is echt perfect, want ik wil de grootste en de beste laser krijgen die er is. Wow, 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 wacht even. Ik ga de beste laser krijgen, maar wat kunnen we eigenlijk met die laser doen als we hem hebben, Jesse? Kom eens, ik weet het denk ik al. Ik denk dat we kunnen vechten met deze noob, want hij heeft echt een noob laser, dus ik ga hem challengen. Oké, ik ook. Bum! Ik heb hem echt makkelijk verslagen. Ik heb hem ook verslagen. We moeten dus letterlijk met laserstralen gaan vechten tegen iedereen hier zo. En we moeten uiteindelijk tegen deze boss verslaan. Ik ga gewoon een keer met hem laseren of met hem vechten. En, oh, ik heb dit echt keihard verloren. Ja, ik niet hoor. Ik heb het ook verloren. Ik ben in stukjes veranderd en ik ben verdwenen. Oh, ik ga even aan het rad draaien en hopelijk kan ik dan een wat betere laser krijgen. Want uiteindelijk wil ik wel die boss echt heel makkelijk kunnen verslaan. Dat is zo'n slim idee. Oeh. Ik heb 10 winst gekregen. Wat ik daarmee kan, ik heb geen idee. Maar misschien kan ik er wel wat leuks mee kopen. Ik denk eitjes openen. Ik heb een potion gekregen, maar ik weet dus niet wat ik aan die potion heb. Volgens mij heb ik nu meer geluk gekregen. Je hebt meer geluk gekregen? Ik heb alleen maar winst gekregen. Wacht Alex, eens even. Met winst kun je eitjes kopen. Hoeveel winst heb jij? Ik heb er 10 gekregen. Dus daar kan ik perfect een nieuw eitje mee kopen. Ik heb een uncommon kitten. Die is echt heel slecht. Ik heb er nog maar 2. Maar ik heb wel een gift. En ik heb... Oh, ik heb heel veel winst. Ik heb nu 72 winst. Wacht even. Ik heb dat nu ook. Oké, dan ga ik ook een eitje openen. En wat ga ik krijgen? Weet je wat? Ik open wel gewoon 3 eitjes. Oh, dat kan niet. Ik heb ook een uncommon kitten. Dat meen je niet. Laten we gewoon heel veel eitjes openen. Ik krijg de hele tijd namelijk ook alleen van die katten eruit. Ik heb een konijn en die is rare. Die is best wel goed. Oh, ik heb ook een konijn die rare is. Heb ik nu die diertjes meteen achter me aanlopen? Of moet... Oh, je moet ze eerst aanzetten. Oh, ik heb een puppy! Ik heb een puppy en die is zeldzaam. Heb je een zeldzame puppy? Ja, en ik heb voor de rest ook heel veel katten. Maar ik ga gewoon zoveel mogelijk pets alvast openen. Zodat ik zoveel mogelijk geluk krijg. Ik heb nog een blauwe puppy. Ja, ga jij mijn pets openen. Ik ben al heel veel power aan het verzamelen. Ik heb namelijk al 4000 power. Wacht even, waar zie ik überhaupt mijn pets? Je pets links in beeld kan je die zien. Je moet ze eerst aanzetten. Oh, ik zie het inderdaad. Oké, dan ga ik sowieso mijn konijn aanzetten. Want die is het meest zeldzame. En natuurlijk ook mijn puppies. Vind ik hartstikke lief. Alex, je moet in totaal 15.000 winst hebben. Dan kunnen we naar het volgende level. Jesse, hoeveel sterkte heb jij? Ik krijg er nu nauwelijks soms 160 bij in één keer. Je moet door die dingetjes lopen. Door die vuurtjes op de grond. Want dan krijg ik er 300 per keer erbij. Dat is perfect. Ik zit al op 12.000 sterkte. Ik ga echt keihard. En ik heb weer een gift. Ik heb dat nog niet eens. Ik heb 500 sterkte erbij gekregen via een gift. Oké, maar dat is echt niet heel veel. Dat is echt niet heel veel. Dat is zoveel wat jij erbij hebt gekregen. Dat is bijna oneerlijk. Nee, dat is heel weinig. Ik wil meer. Ik ben nu op 7000 tenminste. Maar jij bent nog steeds een stuk sterker dan dat ik ben. Ik ga deze proberen te verslaan. Volgens mij ga ik hem echt makkelijk kunnen verslaan. Doe je mee. 7, ik heb wat gevonden. Wat heb je gevonden? Oh, nee. Je bent toch niet aan het vals spelen, hè? Nee, ik dacht dat ik een gratis pet ter waarde van 500 Robux kon claimen. Maar dan moet ik 45 minuten gespeeld hebben. Dat heb ik helemaal nog niet. Ik krijg je helemaal niet. Bij de shop staat een dik uitroepteken. Kunnen we wat kopen of zo? Ik denk het wel. Het ziet er wel zo naar uit. Je kan iets kopen voor 1500 Robux. Dat is wel echt heel erg veel. Dat is echt veel te duur. Ik ga eerst even niet de noob verslaan, maar die andere persoon verslaan. Doe je mee? Oké, dat is goed. Ik kom eraan. Ik ben namelijk sterk zat, omdat ik de noob net al heb verslagen. Moet ik hem natuurlijk makkelijk kunnen verslaan. Hoe sterk ben je nu? Ik heb 25.000. Wow, deze gaan we echt makkelijk verslaan. We kunnen zometeen ook dat meisje gaan verslaan dan. Kunnen we niet tegen elkaar beamen? Kunnen we kijken wie de sterker van ons is? Jesse, ik ben zo sterk. Ik heb hem echt binnen een paar seconden verslagen. Ik ook. Zullen we het meisje verslaan? Wil je echt een meisje verslaan? Een schoolmeisje? Ja, dat ga ik doen. Let's go. Oké, dan gaan we dan. En ik heb makkelijk gewonnen. Ja, ik heb gewonnen. En ik doe zelfs nog een overwinningsdansje. Oh, maar nu kunnen we een we kunnen geen ander eitje kopen. Om dat andere eitje te kopen, moeten we 500 winst hebben. Dat is wel echt heel veel. Maar dan moeten we dat meisje gewoon heel vaak gaan verslaan. Als je dat namelijk doet, krijg je er best wel wat punten bij. Maar dan moet je haar 5 keer verslaan. En dan kunnen we een nieuw eitje openen. Dat kunnen we doen. Maar ik heb een beter idee. Maar ik ben bezig met haar verslaan. Ik heb een beter idee. Ik ga een andere tactiek aanpakken. Ik ga gewoon heel veel van die vlammetjes verzamelen. Totdat ik 50.000 winst heb. En dan ga ik die volgende persoon al verslaan.
Oké, jij wil zeggen dat we nu dus allebei een andere tactiek gaan testen. Ik ga voor de kroontjes, ja, zodat ik een nieuw ei kan openen. En jij gaat gewoon voor de sterkste. Is goed, en dan gaan we eens even kijken wie uiteindelijk de sterkste beam voor ons allebei krijgt. Ik ben echt heel benieuwd. Daar ben ik eigenlijk ook wel heel erg benieuwd naar. Als ik zo meteen een legendary huisdiertje ga hebben. Die ga je niet krijgen. Dan moet je echt heel veel geluk hebben. Ik heb een luck potion nog voor 5 minuten. Dus ik moet wel snel zijn bij mijn eitje openen. Oh, jij hebt een luck potion. Dat is zo handig. Wacht even. Ik heb volgens mij ook een luck potion hieronder in beeld staan, lijkt het wel. Alex, ik heb weer iemand verslagen. Hoe bedoel je, je bent verslagen? Ik heb iemand verslagen. Namelijk de gekke professor heb ik verslagen. En nu heb ik 500 wins. Wat? In één keer? In één keer? Nee, in 2 keer. En nu kan ik het eitje openen. Heb jij al 500 wins? Nee, ik heb nog geen 500 wins. Ik ben de hele tijd dit schoolmeisje aan het verslaan. Maar zoveel trofeeën heeft ze niet gewonnen op de school om aan mij af te geven. Ik zei toch dat mijn tactiek veel beter was? Ja, dat is nog waar ook waarschijnlijk. Ik heb nu wel 500 wins. Oké, wie het beste eitje krijgt. 500, hoeveel sterkte heb jij? 15.000. Ik heb 61.000. Ik kom eraan, Jesse. Ik ga een eitje openen. Let maar op wat ik eruit krijg. Je moet echt heel veel geluk krijgen. Ik krijg een kip. Ik heb een kippie gekregen. Ja! Ik heb een zeldzame rode vos. Waar je maar 4% kans voor hebt om te krijgen. Een zeldzame rode vos, die wil ik ook hebben. Wat? Dit is geweldig. Hoeveel krijg je nu per klik erbij? Ik doe een puppy weg en ik doe er een vos bij. Nu krijg ik 20 keer de boost. Heb je nu 20 keer de boost? Oh, heel soms als ik nu iets pak, krijg ik zelfs 650 erbij. Oh, Alex, er is wel trouwens een probleempje. Hoezo is dit een probleempje? Dit is hartstikke goed. Ik race in één keer door naar de 50.000 kracht die ik achter stond van jou. Hoeveel zit je nu dan? Ik zit al bijna 100.000. 35.000 al. Je ziet, je gaat mijn lang niet inhalen, maar luister nou eens naar mij. Het probleem is dat deze bos 750.000 van die krachtpuntjes heeft. Dat is echt heel erg veel, hè? Dat weet je. Zoveel, 750.000, dat heb ik nog lang niet. Oh, ik ga denk ik... Oh, ik zie hier wat. Een starter pack voor 100 Robux. Ik ga hem alleen kopen als jij hem ook koopt. Je koopt een starter pack? Wacht even hoor. Ik heb eerst nog een gratis reward met wat extra gem. Ik heb nog helemaal niks gekocht. Ik heb ook een gratis reward. Oké, maar waar staat dat dan? Wat jij wil kopen, die starter pack waar jij ik heb een gratis... Ook die starter pack. Alex? 10 biljoen power, 100 miljoen winst, 500 gems. Gaan we ter waarde van 99 Robux in plaats van 1099. Jesse, ik heb het gekocht. Heb je... Alex, ik ga die ook kopen, maar ik moet je wat vertellen. Ik moet je wat vertellen. Ik heb 10 biljoen kracht. Heb je 10 biljoen kracht? Ik heb 10 biljoen kracht gekocht! Alex, luister nou eens naar mij. Ik kreeg een daily reward en ik heb er iets uit gekregen. En ik heb een pet gekregen waarin ik 200 keer zoveel van die punten krijg. Wat? Oh, ik ga trouwens ook even de starter pack kopen. Want dat anders is niet normaal, maar aangezien ik nu 100 miljoen kroontjes heb, Jesse, dus het spel eigenlijk een beetje heb uitgespeeld, kan ik nu elk ei openen wat ik wil. Ik heb een beer gekregen. Heb je een beer gekregen? Ja, ik heb een beer gekregen. Wat ik ermee kan, ik heb geen idee. Ik heb een idee. Zullen we gewoon naar de volgende wereld gaan? Of zullen we die bos nog verslaan? Want die kunnen we nu echt makkelijk verslaan, hè? Nou ja, dat kan inderdaad zeker makkelijk met 10 biljoen superkrachten. Wij zijn echt zulke valspelers, maar het was maar 100 Robux. Ik heb hem in één keer verslagen! Haha, dit is perfect! Zullen we naar de volgende wereld gaan? Kijken of we daar ook de baas meteen kunnen verslaan? Ik denk dat we dan ook door kunnen naar de wereld daarna en daarna en daarna. En daarna. Omdat we zoveel krachten hebben. We moeten gewoon de allersterkste worden. 15.000 wins. Oh, voor deze makkelijk. Hebben we 20.000 volgende wereld nodig. Daar kunnen we zelfs al heen. Oh, we moeten eerst de baas verslaan. Maar dit is zielig voor de baas, want die gaan we nu echt keihard verslaan. We hebben letterlijk door Robux uit te geven dit hele spel uitgespeeld. We kunnen gelijk deze bos gaan verslaan hier zo. En hoe snel gaan we deze bos verslaan? Echt? Heel snel. Zo, dit ging nog sneller dan de vorige, denk ik. Dit was echt heel erg makkelijk. Op naar de volgende wereld. En ik heb gewoon weer 6 miljoen erbij gekregen, hè, voor 1 bos verslaan. Oh, inderdaad. Ik ook. 6 miljoen. Dit is perfect. We hebben trouwens ook gems. Wat kunnen we daarmee? Ik heb geen flauw idee. Laten we naar de volgende wereld gaan. Ik ben er. En hier hebben we 50 miljoen winst voor nodig. Dus dat kunnen we... Oh, dat is wel heel veel. Dat is wel heel veel. Want we hebben nu pas 100 miljoen. Dat gaat ineens van de miljoenen naar de biljoenen in één keer. Dat meen je niet. Kunnen we nu wel de bos al verslaan? Dus even kijken of dat lukt, ja? Nee. Daar hebben we 10 triljoen voor triljoen? Nodig. 10 triljoen? Oké, Jesse. Ik denk dat dit het level is waar we horen. Oh, dat ben je niet. Laten we eerst deze bouwvakker even verslaan. Die kunnen we nog wel verslaan, denk ik. Voor nodig.
Oké, die kan ik wel makkelijk verslaan, gelukkig. Lukt dat? Ja. Oh, dit lukt inderdaad heel makkelijk. Oh. Ik heb hem! We kunnen hier ook weer eitjes kopen, denk ik. Als ik ze kan vinden. 250 miljoen voor een eitje. Dat is, oh, dat is echt heel duur. Jessie, dat kunnen we makkelijk missen. We hebben 100 miljoen euro. Ja, maar dit is 250 miljoen euro. Oh, ik dacht dat je zei 25 miljoen. Dat kunnen we nog lang niet missen. We hebben echt veel meer trofeetjes nodig, Jessie. Oh, heb je niet een goedkoper eitje? Deze is wel echt heel, heel duur. Ja, er is nog een eitje, maar dan moeten we terug naar de volgende map. En ik weet niet of het kan. Gaan we dat doen? Ik ben nu aan het vechten met die andere bouwvakker, meneer weer. Want elke keer als je hem verslaat, krijg je 10... Ik heb 150 miljoen winst ineens. Ja, maar 150 miljoen is veel te weinig. We moeten echt veel meer hebben. We kunnen het wel heel snel krijgen als we hem de hele tijd verslaan. En dan kunnen we het spel uitspelen. Zullen we gewoon de hele tijd verslaan, totdat we allebei 250 miljoen hebben? Dat lijkt me echt perfect. We moeten dat ei kunnen krijgen, Jessie. Die lijkt me zo cool om te kunnen openen. Dan kunnen we letterlijk het beste item ooit uitkrijgen. Deze bouwvakker is zo slecht. Ik ben hem echt alleen maar aan het verslaan. Dit is echt veel te makkelijk. Deze arme bouwvakker heeft jarenlang misschien wel... nog langer dan jaren getraind om de beste laserstraal ooit te krijgen. En dan komen wij uit. En wij geven wat Robux uit en we staan hier al. Ja, maar dat is toch veel leuker om te doen? Jup, het is ook veel makkelijker om te doen dan je hele leven ervoor te werken. En ik heb al bijna 250 miljoen winst. Ik moet nog een paar keer de bouwvakker verslaan. Ik vind het wel zielig. Ik moet hem nog één keer verslaan en dan ben ik er klaar voor. Weet je wat ik wel leuk vind? Is dat hij gewoon nog de hele tijd lief aan het zwaaien is. Hij heeft er wel zin in, dus daar ben ik wel blij mee. Ja, dat is toch lief van hem, dat hij er de hele tijd zin in heeft? Ja, dat is wel heel lief van hem. Hoeveel winst heb jij nu? Ik moet hem denk ik nog één of twee keer verslaan. Dus wacht op mij, dan gaan we kijken wie het beste eitje krijgt. Oké, ja, ik heb al genoeg winst. Ik heb er 250 miljoen op dit moment. Nee, ik heb er 236 miljoen. Ik ga nog één keer even met de bouwvakker noep verslaan. Let's go! Oké. Oké, ik heb genoeg, Let's go! Oh, huh? Ik heb ook iets gekregen. Ik heb uit een gift een very rare gekregen. Dat is ook een pet die je kan krijgen, blijkbaar. Een very rare? Heet die ook daadwerkelijk very? Het is een V en hij is super rare. Is hij paars met blauwe vleugels? Ja, met 200 keer boost. Plus op degene die jij ook hebt. Ja, die heb ik ook. Ik denk dus dat je hier een betere uit kan krijgen. Dus ga hem openen. Dat weet ik eigenlijk wel zeker. Ben ik klaar voor Jessie? Ja, let's go. Geef me alsjeblieft een mythe. Een uncommon demon. Ik heb een common small demon. Dat is beter dan uncommon, toch? Hoeveel keer? Dat is keer 500. Oké, dat is wel echt heel goed. Ik doe mijn konijntje uit. Ik doe de small demon. Waar staat die? Daar zo. Keer 500. Ik heb ook een keer 500. Nu krijg ik 23.000 per vlammetje erbij. Dat is nog steeds heel weinig. Want de volgende level... Hoezo krijg jij er zoveel? Ik krijg er 9.000 maar bij. 9.000 maar? Nou, maar per klik. Krijg je per klik 9.000 erbij? Per klik krijg ik 1800 en per vlammetje 9000. Ik krijg per klik echt 5000 erbij. Dit is echt perfect. Dat is zo oneerlijk. Waarom krijg jij zoveel meer? Omdat ik goed ben. Ik ben de pro laser beam, meneer. Weet je Oh ja, jij hebt sowieso meer Robux uitgegeven dan wat ik heb gedaan. Nee, helemaal niet. Alleen weet je wat een beetje het probleem is? Om de volgende te verslaan moet je 80 miljoen hebben. Ik weet niet eens hoeveel duizend dat is. Jessie, dat ga ik nooit halen. Ik kan niet eens tot 80 miljoen tellen. Sterker nog, hoeveel is 1 miljoen eigenlijk? 100 miljoen of 1000 miljoen volgens mij. Dit gaat echt heel lang duren. 1 miljoen is namelijk al echt super, super, super veel. Alex, dit is onmogelijk. Tenzij we nog meer Robux gaan uitgeven. Alleen, ik ga geen Robux meer uitgeven. Dat vind ik zonde van mijn geld. Ik heb bijna geen Robux meer. Maar weet je waar ik wel zin in heb? Nou? Een hele lekkere groene appel van deze lava appelboom. Alex, ik krijg per vlammetje nu 1 miljoen erbij. Kom eens, ik moet je wat laten zien. Ik kan het ook niet zeggen, maar ik vind het eigenlijk een beetje zielig als ik het niet zeg. Hoe is dat gelukt? Je moet in deze machine staan en kijk dan wat je er allemaal kan aanzetten. Dit is echt perfect. Even. Wow! Dit hadden we echt al veel eerder moeten zien. Dit had je al die tijd niet tegen mij verteld. Ik krijg er zoveel scoren bij de hele tijd nu. 360.000. Ja, ik kom hier pas net achter, maar ik krijg telkens bijna 1 miljoen erbij. Maar weet je hoe lang het dan duurt? Voordat ik 80 miljoen heb, dan ben ik wel 1 miljoen jaar bezig, denk ik. Ja, dat denk ik dus eigenlijk ook wel dat je dat bezig bent. Wacht. Zullen we gewoon bepalen wie nu de allersterkste beam heeft? Hoeveel heb jij? Ik heb 10.001 miljoen. Ik heb 10.4 miljoen. En dat betekent dat jij... Maar dit was de video. Klik even hier om een andere video te zien. Want wil je zeker niet missen. En ze gaan weg in 3, 2, 1...